De Girls at Informatica Olympiade bepaalt wie Nederland mag vertegenwoordigen bij de internationale ronde. Tamara en Tjoen zaten in Team NL. Gietje zocht hen op bij ethical hacker Sanne Maasakkers thuis om meer te horen en kennis met ze te maken. Tamara. Tjoen. Het Astrea Lyceum in Goes. Op de TU Delft. Reuraden en scouting. Harp spelen en natuurlijk programmeren. Programmeer. Iets in de lucht- en ruimtevaart. Nee. Ja, aan reuraden. Een grote reismaker. Bungee jumpen. Sanne, super fijn dat we bij jou welkom zijn. Je bent ethical hacker, wat is dat precies? Een ethical hacker die zoekt kwetsbaarheden bij bedrijven op die ook misbruikt kunnen worden door eigenlijk een kwaadaardige hacker. Het grote verschil is dat ik het bedrijf laat weten, zodat ze het kunnen fixen voordat dus een kwaadaardige hacker ermee aan de haal gaat. De ene keer moet ik een website testen, kijken of die wel volledig veilig is, dus dat niet iemand alle data eruit kan halen. De andere keer moet ik een heel bedrijf testen, dus alle computers van de werknemers bijvoorbeeld, of die wel veilig zijn. En de andere keer moet ik fysiek proberen binnen te komen om te kijken of ik misschien in het datacenter terecht kan komen of dat ik misschien ergens een USB-stick in de computer kan doen. Waarom heb je besloten om mee te doen aan de eGooi? Mijn informatica-docent stuurde over de wedstrijd dat er een programmeerwedstrijd voor meisjes werd gehouden, waarvan de finale in Zwitserland was. Dus het leek me wel heel leuk om mee te doen. Eigenlijk was het verplicht om eraan te beginnen. En toen dacht ik, dit is best wel heel moeilijk, dit kan ik helemaal niet. Maar toen ik echt startte en er steeds meer idee voor kreeg hoe het werkte, begon ik het echt leuk te vinden. En ging ik er meer tijd in stoppen. En toen kwam ik uiteindelijk zover dat ik mee mocht doen aan de eGooi. Was jij van tevoren al veel met programmeren bezig? Ja, met de informatica lessen deed ik meestal meer mijn eigen ding. In plaats van dat ik de les volgde, omdat ik dan bij de les al voorliep. En ik wist ook al hoe ik moest programmeren. Ik had eigenlijk nog nooit echt geprogrammeerd. Dus om dan ineens in een half jaar toch zover te komen is echt wel iets heel bijzonders. Wat moet je bij de eGooi precies doen? We moeten voor een programmeerprobleem een programma schrijven dat het oplost in een bepaalde tijd en dan het juiste antwoord ook geeft. En wordt dat uiteindelijk ook echt heel moeilijk? Ik vond zelf dat de opdrachten die we in de finale kregen veel moeilijker waren dan van de voorrondes. En wat vond je het moeilijkste aan meedoen? Bedenken hoe je eigenlijk, hoe je het moet programmeren. En welke dingen je daarvoor nodig hebt. Wat vond je nou het leukste aan het meedoen met de eGooi? Gewoon de gezelligheid van de mensen die je dan leert kennen. En de gemeenschappelijke interesses die je dan hebt. En heb je iets van jezelf ontdekt waarvan je dacht, dat wist ik niet van tevoren? Ja, dat ik programmeren toch wel heel leuk vond. Waar ben je nou het meeste trots op? Dat ik mee mocht doen en wat ik gepresteerd heb. En dat ik, hoe leuk het was. Ja, 4 toppers hebben ons dit jaar mogen vertegenwoordigen bij de eGooi. Is het belangrijk dat die meiden er zijn? Ja, absoluut. Sowieso super tof dat het is gelukt en dat ze hebben meegedaan. Meedoen is al zo'n toffe ervaring. En het is hartstikke belangrijk. Ook om te laten zien dat we dus ook gewoon als Nederland deze toppers in huis hebben. Wat ze hebben laten zien is natuurlijk al hartstikke goed. En ik hoop dat het ze heeft geïnspireerd om zich verder te ontwikkelen in de IT. Wat vond jij het leukste aan meedoen met de eGooi? Het klinkt misschien heel raar, maar ik vond niet per se de wedstrijd het leukst. Maar meer de activiteiten die we eromheen deden. Als mensen nou volgend jaar meedoen aan de eGooi, heb jij dan nog een goede tip voor ze? Om voordat de wedstrijd begint, tenminste 1 keertje voor jezelf te kijken hoe snel je een probleem op kan lossen. Want dat maakt het indelen van de tijd een stuk makkelijker tijdens de wedstrijd. Gewoon beginnen en uiteindelijk zie je dat het waarschijnlijk wel lukt. En dan wordt het gewoon heel leuk. En waar ben je nou het allermeeste trots op? Eigenlijk gewoon dat ik de finale heb gehaald. Want van tevoren had ik dat echt niet verwacht. Tof meiden, jullie zijn geweldig bezig. Wil je weten hoeveel slim denkwerk er nog meer is gedaan? Ga dan naar sciencemakers.nl of bekijk gewoon nog een video.